Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een nieuwe video. Wil ik het hebben over de herfsttrends voor 2020. Wat er nou op aan zit te komen. En wat ik overal zie in de winkels, online. En ik moet zeggen dat ik er echt enthousiast over ben. Je ziet heel gedurfde outfitjes. Heel veel ruitjes. Je ziet van die plateau hoge loafers. En ook van de truivesten. Ik heb trouwens een hele video gemaakt hoe ik een gilet of een vest stijl. Ik zal het hierboven linken. Dus als je klaar bent met deze video en je wilt daar meer over weten, dan kan je altijd deze nog even bekijken. Nou, verder vind ik deze trend hartstikke leuk, omdat het gemakkelijk is om zelf toe te passen op je persoonlijke stijl. Je kan ook heel veel van deze items trouwens vinden tweedehands of via oudere familieleden wat je hebt. Want het is toch wel een trend wat heel veel jaartjes geleden ook heel erg hot was. En misschien is er wel iemand in je familie die nog steeds zo'n item heeft wat jij gewoon makkelijk kan krijgen of kan ook overkopen. En mocht je daadwerkelijk iets willen kopen, investeer dan in iets wat je niet alleen nu aan kan doen, maar ook in de toekomst nog kan gebruiken. Deze heb ik ook overal, begint het echt terug te komen. En dat is dat meer ruitjeslook. Je moet niet denken gelijk aan het cowboystijl, want dat is het niet. Dit is meer dat klassieke, chique look. Toen ik deze look zag, moest ik gelijk denken op Netflix aan de serie over het koninklijke huis. En daarin zie je echt dat de koningin, als ze bezig is met haar paarden, ook zo'n look draagt. Nou, dat is echt dat chique look. Daar hebben we het over. Je ziet heel veel van de mooie laarzen terugkomen. En dit is ook een stijl wat ik zelf ook wil toepassen. Ik ben momenteel bezig om het zoeken naar de perfecte hoge laars. Ik hoop dat het gaat lukken, omdat ik zelf ook dikkere kuit heb. Dus ik hoop dat ik echt een hele mooie kan vinden van leer, wat ik ook van heel veel jaren van kan genieten. En zo pas ik ook een beetje van deze trend toe op mijn eigen styling. En ook dat mooie, chique bovenkledingen. Denk aan dat lange herfstjassen met mooie kleuren, mooie patronen. Echt waar je u tegen zegt. En dat zijn twee items van deze trend die dit jaar echt op mijn wenslijstje staan. En de volgende trend is korte blazer. In plaats van de lange blazer wat we kennen, zien we nou echt korte blazer die compleet iets anders doet met de silhouet wat je krijgt. En omdat ik zelf ook heel kort ben, is een korte blazer denk ik wel idealer voor mijn postuur. Dus ik ben echt zeer benieuwd wat er ook in de plus size range over deze trend zal komen. Nou, de volgende trend ben ik ook super enthousiast over. Ik moet zeggen dat ik al een tijdje geleden mijn geld heb geïnvesteerd in een hele leuke item. Vorig jaar, herfst, was deze trend ook wel een beetje bezig. Dat zijn de rib details. Dit is ook weer zo'n 90s trend die nu ook weer booming is. Het is de perfecte manier om een simpele basic item toch wel iets meer te geven. Dus iets meer inhoud te geven. Dus ja, ik ben er enthousiast over. Je ziet de rib details terugkomen in heel veel jurken, polo shirts, maar ook truien. Dus dan geef je optie om bepaalde items te vinden. Deze trend past ook prachtig bij verschillende soorten lichaamstypes. Dus ja, ik ben ook hierover enthousiast. En de volgende trend maakt ook weer zijn comeback. Je ziet het meer in een extreme versie en dat zijn mantelpakken. Wat je ziet is dat hele korte blazer met mini rokken, maar ook dat langere blazer met wat langere rokken. Het is ideaal als je korter bent, dat je natuurlijk gaat voor dat kortere rok, maar ben je wat langer of hou jij simpelweg van wat langere rokken, dan ga je meer voor een pak met dat lange rok. Het ligt gewoon aan jouw behoeftes en jouw persoonlijke stijl. En het leuke en het mooie van deze stijl is dat je de items apart kan dragen. Dus dat blazer kan je ook met iets anders combineren wat je al in je kast hebt. Dus dat verlengt jouw garderobe, waardoor jij items op een andere manier kan combineren dan alleen dat je het met die powersuit aan moet doen. Dus dat vind ik ook wel een hele leuke en een goede van deze seizoen. We slaan nu even af van de specifieke items en we gaan ook kijken op kleur. Ook dit jaar zien we weer voor herfst bepaalde kleuren weer terugkomen. En ik ben echt super enthousiast over deze kleuren. Wat we ook weer zien is bruine tinten. Heel veel bruin. Maar een specifieke van het bruin wat ik dit jaar anders vind dan de jaren daarvoor is bruin leer. Nou, de meeste van ons hebben allemaal dat klassieke zwarte leren jasje. beetje in onze kast hangen. Maar nou zien we ook weer dat leer terugkomen in het bruin. Hou je meer van bruin dan zwart, dan is dit jouw moment om op zoek te gaan naar die perfecte bruine leren jasje. En naast dat hebben we ook dat donker, diepe, rijke, chocoladebruine kleur. Dat is eigenlijk een kleur wat je haast nooit vindt. Ik vind dat persoonlijk een hele mooie kleur. En je ziet dat ook weer terugkomen. Dus dit is echt het seizoen, als jij van die kleur ook houdt, om daarin naar leuke items vinden die je tijdloos zijn en die je echt voor heel veel jaren van kan genieten. Wat we ook terug zien komen is dat olijfgroene. Nou, deze is al een paar jaar, komt het steeds de comeback, maar wat nu zo anders is, dus je ziet het nooit zoveel. Dus soms spot het wel eens een keertje hierheen en daar, maar nooit op deze mate. Dus als jij van olijfgroen houdt, oh, dit is jouw seizoen. Ik zou zeggen, ga op zoek naar die perfecte items voor jou. Ja, ik vind deze groen echt zo klassiek, zo mooi. En ja, het brengt net wat extra. Dus ik ben ook zeker benieuwd wat er allemaal in de winkel straks gaat hangen in deze mooie olijfgroene kleur. Gesproken over apartheid. Deze is ook heel apart hoor. We zien nou heel veel van die juweelkleurige, ja, sieradenkleur. Hoe zeg je dat? Jewel tones. Dus echt dat diepe rijke rood, de emerald green, dat diepe paars. Ik vind dat zo mooi. Het doet me altijd denken aan kerst. Ja, en misschien vind ik het daarom zo mooi, omdat kerst ook mijn echt favoriete seizoen is. En ja, dan mag je dat echt uitspringen. Dus ik vind het zo leuk dat je het nu al dat kan dragen in herfst. Dus ja, ik zal zeggen, als jij daar ook van houdt, van dat diepe, kan je nu ook je slag slaan en meer items daarin kopen. En qua kleur, dat laatste wat ik ook heel veel nou zie terugkomen, is dat monoschroom. We kennen allemaal dat witte monoschrome outfit. Maar nu is het, kan je ook inspecteren met een monochrome outfit in grijs of beige. Dat is ook helemaal trendy en helemaal top. Vooral dat grijze vind ik echt heel mooi. Het is heel chic, tijdloos en de perfecte kleur voor herfst. Ik hou over het algemeen zelf nooit echt van een full wit outfit. Voor meerdere redenen in het winter. Maar meestal omdat ik wit nooit echt wit kan houden. Maar ik vind het altijd ook mooi om wit aan te doen. Volledig wit in het zomer. Omdat dat geeft dat frisheid. Maar in het winter neig ik niet zo vaak naar wit. Maar we zien dat wel terugkomen. Nou, ook in de herfst. In deze trend. Dat je dat full monogram look in het wit hebt. Nou, en de laatste kleur waar ik echt excited over ben. Is dat Franse blauw. Ik noem het Frans blauw. Het is de hele mooie tijdloze blauw wat jij de hele jaar doorheen kan dragen. Dus je kan het in het winter aandoen, maar ook in het zomer, waardoor het ook mooi en fris is, weet je wel. Het is echt een hele mooie kleur. Nou, het volgende trend wat me is opgevallen is losfittende spijkerbroeken. Ik denk dat het misschien te maken heeft met het feit dat wij een quarantaineperiode achter de rug hebben gehad, waar wij heel, veel meer thuis zaten en toch wel comfortabeler uit wilden zien. Dus dan heb je dat joggingbroek. Maar dan zie ik een beetje terug dat het lossere spijkerbroek ook terugkomt. Een beetje van dat bootleg. Dan heb je dat lange blazer. En dan met zo'n losfittende spijkerbroek. Gewoon een simpele shirt of t-shirt eronder aan. En ja, dan heb je toch wel dat comfortabele fit. Maar oogt wel wat netter. Of spijkerbroeken die lijken op dat klassieke pantalon. Die wij allemaal kennen. En ja, dat geeft net wel wat anders. Weet je. Dus dat zie je ook heel veel terugkomen. En de volgende item wat we het nou weer terug zien komen is lage laarzen. En dan bedoel ik mee niet laarzen met hakken, maar echt volledig platte laarzen. Je noemt ze ook wel de Chelsea laars. Ik vind ze niet alleen tijdloos eruit zien, maar daarna zijn ze ook extreem praktisch. Je kan er gewoon zo lekker en makkelijk in lopen. En het ligt er natuurlijk aan in wat voor soort materiaal je eentje koopt. Maar ze zijn ook praktisch voor deze seizoen, voor de herfst en winter. Vaak waterbestendig. Dus ja, en daar in combinatie heb je ook nou weer dat chunky boots. Dat zijn meer van het hogere zolen, maar wel volledig plat. Je moet denken aan de Bottega chunky boots, wat nou helemaal hot is. Dus je ziet bijna al die fashion blokken op Instagram met de Bottega boots. Nou, ik moet zeggen dat die dus extreem prijzig zijn en niet iedereen heeft zoveel geld om uit te geven of wil dat geld uitgeven. Dus zoek er eentje wat voordeliger is, maar wel in ditzelfde trend is als je daarvan houdt. Ik vind ze heel stoer eruit zien. Dus ik zou ook wel eentje daarvan willen. Omdat ze net wat anders zijn. Ik kijk wel uit dat ik niet te diep in deze trend ga en een hele extreme uitkies. Maar ook eentje wat een beetje meer toch wel aan de klassieke kant is. Wat ik ook voor langere tijd ervan kan genieten. Oké, dan zijn we nou uitgekomen bij de laatste trend voor deze seizoen. En dat zijn echt van dat chunky ketting. Dus je ziet ze komen op schoenen, op tassen, verwerkt in kleding. Dit is echt een trend. Of je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. En ja, voor mij is het wel een ja, maar niet aan alles. En dit is ook weer zo'n trend dat je eigenlijk niet speciaal een laars moet gaan zoeken die al met een ketting verwerkt is. Maar het is ook leuk voor een DIY project. Dus je kan er echt wel eentje vinden. Dat vintage is of tweedehands winkel. Of misschien heb je al eentje in huis, een chunky kettingen wat je eigenlijk niet meer gebruikt. Kan je een mooie do-it-yourself project starten door eentje aan je tas vast te vinden. Of als het lang genoeg is, kan je het omwikkelen om je laars. Dus het is ook weer iets van wat je creatief zelf mee bezig kan zijn om iets moois te maken wat eigenlijk naar jouw smaak is. Nou, zelf vind ik deze trend ook superleuk, maar dan meer in de trend dat ik hou van een dubbele lage ketting. Dus ik denk dat ik daarmee ook iets heel moois kan creëren, wat eigenlijk ook wel een beetje klassiek is, maar met een twist en toch wel wat moderner is, maar toch wel dat bij mij past. Dus niet dat ik mij extreem voel dat ik uit mijn comfortzone ben gestreden, zeg maar. Wat eigenlijk ook helemaal niks mis mee, want je kan juist jezelf pushen en meer uit je comfortzone gaan. Maar ja, jongens, dit waren eigenlijk de trends die mijn ogen een beetje hebben geopend, die mij hebben geïnspireerd. En ik hoop dat jullie deze video ook zo leuk vonden, want ik vond het wel leuk om te maken. Ik zal zeggen, geniet van jullie dag en tot de volgende video. Doeg!